Aan tafel nu ook René Haring uit Eindhoven. René was een gewelddadige man. En nu is hij een dappere man, want hij durft hier vandaag te vertellen wat hij heeft gedaan. Stelselmatige mishandeling van zijn toenmalige vrouw en kinderen ook, geloof ik, hè, René? Ja, corrigerende tikken. Ja, je was niet zo'n prettig figuur, hè? Ik was niet zo'n hele vriendelijke meneer, nee, absoluut. Hoe kwam dat, René? Ja, dat heeft te maken met het verleden. Dat is al jong begonnen, al jong zat ik in een kinderthuis. Ben al begonnen met daar te vechten voor mijn eigen plek en mijn eigen speelgoed. Uiteindelijk is dat doorgegroeid naar weer naar een basisschool. Ja, als je daar gaat merken dat agressie helpt, ja, dan kan je dat gebruiken om doelen te bereiken. Het zat er je hele leven al in eigenlijk. Geweld was voor jou gewoon iets wat je gebruikte. Nou ja, als je wel eens een tik krijgt, een corrigerende tik, dan hoort dat gewoon bij de opvoeding. En slaan is dan niet het grootste probleem. Esma, jij hebt wel onderzoek gedaan hierna, hè? In een vorig leven, toen je nog geen wethouder was. Klopt. Past dit in het patroon, wat René nu vertelt? Je ziet heel vaak dat daders van geweld ook in hun jeugd vaak slachtoffers zijn geweest van geweld. Volgens mij 2/3 ongeveer. Maar was dat bij jou ook, René? Was jij slachtoffer van geweld? Uiteindelijk wel, ja. Ja, ik ben ook gewoon, het begint met corrigerende tikken, dingen die niet mogen. En uiteindelijk worden die tikken iets harder. En om alles maar in het gereel te houden, worden de klappen steeds meer. En tot en met 2007 was kindermishandeling totaal niet strafbaar. Hmm. Ja, dus dat past in een patroon. Ja, en ik zou ook daar andere woorden gebruiken, want corrigerende tikken zijn niet meer van deze tijd. Volgens mij is een tik, ook al is die bedoeld om te corrigeren, altijd zegt vooral iets over de onmacht van de ouders en niet iets over het kind. Dus volgens mij kan dat echt wel beter. Ja. Ben je mee eens? Corrigerende tik is... Absoluut, daar moeten we helemaal vanaf. Huiselijk geweld komt veel voor, sowieso al. Denken jullie dat het door die lockdown erger is nu? Want het is natuurlijk heel moeilijk achter te komen, achter die voordeur. Wat denk jij, René? Ja, het is erger. Het is sowieso ook meer. Maar het is ook heftiger aan het worden. Dat merk ik aan alle kanten. Dat waar vroeger inderdaad gewoon huiselijk geweld en daarna kon je naar buiten toe en kon je even weg. Tegenwoordig zit je constant op elkaar. Kinderen thuis, je moet leraar spelen. Mensen die raken de baan kwijt, financiële problemen. Alles bij elkaar en veel meer stress. Dus ja, het komt gewoon veel meer voor. Absoluut. Heb jij als wethouder in het sociale domein aanwijzingen? Ik vind het wel moeilijk om te zeggen. Want ons onderbuikgevoel zegt allemaal wel dat het waarschijnlijk meer voorkomt. Maar de cijfers geven dat niet aan. Als je gaat kijken naar alle veiligheid thuisorganisaties, dan zie je geen significante stijging in de cijfers. Ook in Tilburg niet. Maar het onderbuikgevoel is er wel. En dat heeft mogelijk te maken met de professionals die vaak signaleren en melding doen. Hè? Gemiddeld volgens mij zo'n 11.000 meldingen per maand bij Veilig Thuis. 9.000 adviesaanvragen. Die zijn niet echt gestegen. Maar een deel van die meldingen en aanvragen komen van professionals. En professionals hebben nu door corona ook minder contact met inwoners en burgers. Maar we weten het niet goed. Dus het onderbuikgevoel zegt van wel, maar de cijfers laten dit nog niet zien. Nee. Maar als je meer thuis bent, dan kan je ook minder melden. Het klopt. Dat is ook iets wat heel erg speelt natuurlijk. Als je constant op elkaars lip zit, dan ga je niet zomaar even met iets naar de apotheek toe. Dan ga je zeggen masker 19. Nee. Want dat werkt gewoon niet. Dat is de code, hè? Dat is het codewoord. De code die dan magisch moet zijn. Ja. René, ik vind het eigenlijk best vreemd om met iemand te praten die ooit zijn handen niet in bedwang had. Die zijn vrouw mishandelde. Snap je dat? Ja, dat snap ik heel goed. Absoluut. En toch kom jij hier zitten met jouw kop op PV. Waarom doe je dat? Nou, omdat het gewoon... ik heb ooit hulp gezocht, maar gewoon niet gekregen. Op een gegeven moment... heb ik huiselijk geweld gepleegd, ben ik er voorop gepakt, vastgezet, berecht en veroordeeld. Dus ik ben ook echt daarin veroordeeld dit hele jaar. Ik moest verplichte behandeling aangaan. In die verplichte behandeling heb ik 2 jaar lang mijn eigen leven moeten herzien en op zijn kop moeten zetten om uiteindelijk te kijken van joh, waar zitten de problemen? En als je die uiteindelijk... Maar het heeft wel geholpen uiteindelijk. Ben jij nu een ander mens dan toen? Ik ben een totaal ander mens, ja. Dat was René tot 50 jaar en René na 50 jaar. Ja, en dat andere mens leeft nu hoe lang? Het andere mens leeft nu ongeveer 7 jaar. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat pas... ik deed pas 1 jaar of 4, want ik ben... in 2014 ben ik pas in behandeling gegaan. Nou, dat is ongeveer tot en met eind 2015. Toen was ik er nog niet. En uiteindelijk moet je dan nog gaan kijken, wat kan je daarna gaan doen? En daar liep ik gewoon tegen grote problemen aan. Om uiteindelijk zelf te beslissen dat ik dingen moest gaan doen wat er niet was. Ja. Maar even afmaken, waarom wil je dit verhaal vertellen?
Nou, omdat het taboe er gewoon vanaf moet. Als je een drankprobleem hebt of een drugsprobleem hebt, dan kan je daar vrij makkelijk over praten. Je kan niet zo makkelijk praten tegen iemand van, joh, ik heb gisteren mijn vrouw of mijn kinderen mishandeld. Wat moet ik doen? Want dan kom je al heel snel in die strafmaatregels terecht. Ja. En ja, dat is een taboe. Ja, en mensen kijken je erop aan. Want ja. je hebt eerder, 1,5 jaar geleden, meegewerkt aan een podcast van Omroep Brabant over dit onderwerp. Ja. De reacties waren ook niet mals, hè? Nee, dat klopt. Er waren behoorlijk wat negatieve reacties. Mensen hebben niet zoveel begrip voor iemand die geweld pleegt, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt, maar het wordt ongeveer 200.000 keer per jaar gedaan. Ongeveer 110.000 plegers per jaar. En die plegers die doen het niet zomaar omdat ze het leuk vinden of omdat ze een agenda hebben om te zeggen, joh, we gaan even iemand mishandelen. Zo zit het niet in elkaar. En met de podcast... Maar hoe zit het dan wel in elkaar? Ik probeer me voor te stellen hoe dat werkt. Hè? Hoe je... Je zegt net al, ik had een verleden van geweld, dus mijn handen zaten al los. Ik gebruikte geweld vrij gemakkelijk. Maar je gaat iemand mishandelen waar je van houdt. Hoe kan dat, René? Ja, nou ja, dat is gewoon iets wat gewoon heel moeilijk uit te leggen is. Waarvan je zegt van, het zijn gewoon situaties dat je zegt van, joh, ik weet het niet anders op te lossen. En dan begin je vaak met verbaal geweld, om het zo maar te noemen. En dat wordt uiteindelijk, als je dan je doelen niet kan bereiken, wordt dat steeds meer fysiek geweld. En dan gaat het niet zomaar even van, ik sla er gelijk op. Nee, dat zijn kleine duwtjes, daar begin je mee. Dan wordt het een keertje een hardere duw, dan wordt het een keer een zet. Dan stomp je er een keer. En langzaam, stapje voor stapje voor stapje. Het is ook niet iets wat even snel gebeurt. Dat gebeurt jaren, is daarvoor nodig. Maar er zit er dan ook nog een stemmetje in jou die zegt, dit is niet goed? Toen niet. Nee. Gewoon niet? Toen niet, nee. Daarna misschien wel. Had je nooit medelijden met... Ja, zeker wel. Alleen wat je nooit geleerd hebt, kan je ook niet gebruiken om het anders te doen. En daar zit denk ik het grote probleem. Dus als je gewoon geslagen wordt vanuit kindertijd en je merkt dat slaan een optie is om doelen te bereiken, gaat dat gewoon steeds verder en steeds verder. En vaak zitten er heel veel traumas achter, waarvan ook bij mij, omdat uiteindelijk... te kunnen stoppen. En daar moet je echt professionele hulp voor hebben. Om dat inzicht, te krijgen. Ja. Had je tijdens jouw huwelijk, want we hebben het over twee huwelijken, hè, geloof ik. Waarin het ook allebei gebeurd is. Ja. Had je dan ook spijt als je het gedaan had? Absoluut. Dan heb je gewoon van, joh, dat had ik niet moeten doen. Want het is op een gegeven moment een blinde vlek die je krijgt. Dan doe je iets wat niet goed is. Daarna kom je weer tot rust. Dan zie je wat de schade is. En dan kom je inderdaad met, joh, het spijt me. Ik zal het niet meer doen. En ga zo maar door. En dan ga je iets kopen. Een bloemetje of een stukje chocolade. Dat je zegt van, joh, ik meen het echt. Maar ja, uiteindelijk is het... Want je hield wel van je vrouw. Ik hield heel veel van mijn vrouw, ja. Heb jij ooit... met iemand gesproken die geweld gepleegd heeft op deze manier? Ja, zeker. En ik vind het altijd heel erg indrukwekkend. Maar ook erg moedig om je verhaal te vertellen. Want factoren die leiden tot geweld zijn heel erg complex. En er is veel schaamte en taboe bij de slachtoffers, maar ook bij de daders. Overigens zijn slachtoffers soms ook daders en daders ook slachtoffer. Dat maakt het ingewikkeld. Maar juist door de schaamte en het taboe en erover te praten... en proberen het gedrag te begrijpen wat leidt tot geweld, kun je het ook veranderen. En dat betekent niet dat we het geweld daarmee goed praten. Dat betekent ook niet, als je inzicht hebt in waarom je geweld toepast, dat het daarmee oké is. Dat is een verklaring. Nee, helemaal niet. Het is nooit goed. Maar als je de factoren niet begrijpt, dan kun je het ook nooit veranderen. En wil je echt naar een samenleving die veilig is en veilig thuis voor iedereen, dan zul je het hele systeem moeten aanpassen. Ja, en dus ook die daden daarbij Zeker. Betrekken. En dat is de reden waarom jij hier zit, hè? Ja. Want wat zou jij nou iemand... Het zijn vaak mannen, hè? Meerderheid is man. Ja. Wat zou jij nou een man aanraden die nu zit te kijken en denkt, ik herken me in dit verhaal? Wat moet je dan doen? Nou ja, als ik ga kijken in Brabant, er is gelukkig een heleboel te doen tegenwoordig. Er zijn diverse mogelijkheden in hulp. Ook maar je moet sowieso hulp zoeken. Ja, je moet sowieso hulp zoeken. Je kan starten bij de huisarts. Dat is altijd de makkelijkste stap. En vanaf daaraf kijken wat verder kan. Maar kun je ook voornemen van, ik doe het niet meer. Ik doe het gewoon niet meer. Ik ga gewoon geen geweld meer gebruiken. Nee, dat gaat niet worden. Als je er eenmaal in zit, dan kom je daar niet meer uit. Zolang je de problemen niet aanpakt in jezelf, kan je het ook niet oplossen. Dus er moet gewoon echt hulp zijn. Je moet erover praten. Je moet het delen. Maar dat is wel...
hartstikke moeilijk. Heb jij dat ook als moeilijk ervaren om die stap te zetten en dan over jezelf te gaan praten? Nou ja, ik ben toen ik mijn agressie behoorlijk hoog zat, ben ik gestart bij de carouselgroep hier in Eindhoven. Dat is lotgenotencontact, groepsverband. Maar als je gewend bent om erop te slaan, dan wil je toch helemaal niet praten? Nee, dat wou ik ook helemaal niet. Dat is ook een drama. Als ik dan wil praten, dan één op één en dan een lief... met een vrouwelijke, wat jongere hulpverlener. Want die kan je nog behoorlijk manipuleren. Maar zo'n groep, dat is gewoon dramatisch. Zeker lotgenotencontact. Iedereen zit voor hetzelfde. Iedereen heeft hetzelfde gedaan. Mooie verhalen vertellen, dat gaat helemaal niet lukken. Want ze prikken er zo doorheen. Ja, en dat was voor mij wel de eerste confrontatie met mezelf. Maar wel een van de allermooiste uiteindelijk. Want dat had ik wel nodig uiteindelijk. Ja. Ja, en daar ben je ontzettend van opgeknapt. Schaam je nog voor wat er gebeurd is? Ik ga er absoluut niet goed praten. Dat kan ik ook niet. Ik heb dingen gedaan die ik gewoon nooit had mogen doen. Maar schaamte? Ja, ook tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Absoluut. Wat vindt je ex-vrouw of je twee ex-vrouwen ervan dat je dit nu doet? Maar mijn eerste ex-vrouw durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. En mijn tweede ex-vrouw, daar heb ik gewoon nog goed contact mee. Dat klinkt ook heel gek. Maar dat heeft ook puur te maken. We hebben samen nog een zoon, die is nu bijna 15. En wij vinden het samen belangrijk om die goed op te voeden. En in dat opzicht hebben we ook wel contact daarover. We gaan samen naar scholen, we gaan samen naar een ziekenhuis als het moet. Dus dat contact is er gewoon heel goed. En ze vindt het knap wat ik doe. Ze is er niet altijd even blij mee. Mm. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Mm. Jij zat op een gegeven moment ook in de bijstand, hè, geloof ik. Ik heb ook in de bijstand gezeten, ja. Geldproblemen, dat helpt ook niet, hè? Geldproblemen helpen absoluut niet. Ja. Nee, en kleine kamertjes waar je dan moet verblijven, helpt ook niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik heb jarenlang op een zolderkamer gewoond van 30 vierkante meter. En dat was is ook geen iets waarvan je zegt, dat moet je graag geen, hebben geen met agressieproblemen. Ja. Nee. Nou, je voelt hem al van die bijstand. Ja. Ruggetjes gemaakt. Ja. Overigens nog even opmerken hierover. Als je hulp nodig hebt in de zin van wat René vertelde, dan kun je bellen met de organisatie Veilig Thuis.